Menso 542 is gefokt door stal Jede in Vledder en werd in 2020 geboren met de naam Mezen Jede. Menso 542 is een zoon van Ulbran 502 uit een model, sport, prestatie en dubbel A-merrie van Tjalle 454. Hij heeft een verwantschap van 18,1%, komt uit stam 50 en heeft een stokmaat van 1,65 meter. Menso 542 is een hengst met voldoende ras en een jeugdige uitstraling. Hij heeft een edel hoofd, maar zou een iets lichtere hoofd-halsverbinding mogen hebben. Hij heeft voldoende behang en een voldoende lange hals. De hengst heeft een iets neerwaartse romprichting met een sterke bovenlijn en brede lendenen. Zijn kruis is licht hellend en iets hoog geplaatst, maar is voldoende van lengte. Hij heeft een iets onderstandig voorbeen en zijn achterbeen is licht sabelbenig. Zijn beenwerk is fijn, hard en droog, waarbij zijn hoeven iets royaler zouden mogen zijn. Menso 542 heeft als driejarige het centraal onderzoek doorlopen. Het is een hele vriendelijke en beleefde hengst op stal. De hengst is heel plezierig in de omgang, maar kan soms wat onzeker zijn bij vreemde of nieuwe situaties. Onder het zadel beschikt hij over veel natuurlijke balans en veel instelling. Hij kan goed schakelen met een actief achterbeengebruik en een mooi ruim voorbeengebruik. De hengst is een allround gebruikspaard. Menso 542 is licht in de aanleuning en geeft veel reactie op de hulpen van de ruiter. Hij is altijd geconcentreerd op het werk. Menso 542 heeft veel aanleg als menpaard, met zeker ook talent als tuigpaard. Hij loopt met voldoende front en een goede buiging in het achterbeen. Daarbij toont hij veel zweefmoment, komt hij gemakkelijk terug op het achterbeen en kan hij zijn voorbeen goed uitleggen. Menso 542 kan ingezet worden om inzet en bewerkbaarheid te verbeteren. Hij past op merries met voldoende voorbeenlengte en een sterke bovenlijn, waarbij hij balans en buiging in het achterbeen kan toevoegen. Menso 542 is een hengst met veel preferent bloed in zijn afstamming.